Mohamed Rai zit in de laatste fase van zijn revalidatie en traint in Spanje nog steeds apart. Hij geniet van de faciliteiten in Estepona. Het is best wel hoog op een berg en we hebben twee goede velden daar staan. En faciliteiten zijn gewoon perfect en dat is gewoon perfect om je voor te bereiden op tweede seizoenshelft. Rai kan niet wachten om weer blessurevrij te zijn. Het is nooit fijn om geblesseerd te zijn, maar ik ben nu richting het einde van mijn revalidatie aan het werken. En dat is voor mij gewoon, ook gewoon lekker dat ik mee kan komen naar Spanje. En gewoon met deze jongens erbij kan zijn en voor mijn herstel aan gaan werken. Hij is populair onder de supporters van NEC. Naar Groeneveld werd hij door de fans als beste beoordeeld. Groeneveld heeft het verdiend. Heeft afgelopen half jaar gewoon heel goed gedaan. Iets meer wedstrijden gespeeld dan ik, omdat ik de eerste vier er niet bij was. Maar hij heeft gewoon fantastisch gedaan en tweede plek ben ik wel blij mee. Als ik einde van het jaar maar eerste sta in de competitie. Rai is nog steeds gebrand om beter te worden. De afgelopen half jaar was nog niet top. Was gewoon goed, maar nog niet top en we kunnen gewoon veel beter. En ik hoop dat we het aankomende half jaar nog die lijn kunnen doortrekken en nog beter gaan presteren het afgelopen half jaar. En niet snel tevreden zijn. En, daar gaan we gewoon vol voor. Hij mikt nog steeds op 10 tot 15 goals dit seizoen. Ik zit nu op 6, waarvan ik best wel een aantal heb gemist. Dus ik ben op de goede weg, maar we moeten nog even door. Forza NEC en RN7 gaan mee op trainingskamp. Dankzij F-Graphics, Marzars Nijmegen, F-Works, Jacques Bongers Dranken en woningbouwproject De Heikant.